Dankzij, geweldig om zo tussen de palen te kunnen beginnen vandaag, hè, met een 3-1 winst. Ja, tuurlijk. En ik denk dat Wies vandaag dat wel een beetje ouderwijs zal geven aan de ploeg. En ik ben heel blij dat vandaag is gelukt. Ja, het was een, ja, we waren zeer sterk vandaag ook in de partij. Hè. Ja, ik denk dat we door heel de partij wellicht hebben gedomineerd en onze stempel op deze match kunnen drukken. En dat heeft zich geresulteerd in mooie goals. Ja. Je moest daar ook één keer heel goed tussen komen bij nog een 1-1 stand. Ja, je zat ook meteen goed in de wedstrijd. Hè. Ja, klopt. Heel de week heb ik goed kunnen trainen en heeft de ploeg mij wellicht vertrouwen kunnen geven. En daar heb ik vandaag kunnen keren. We pakken nog eens 6-6, dat doet deugd. Ja, zeker. Ik denk dat het al even geleden is. Ik kan me niet meer herinneren. Maar ik heb tegen Gaëtan vorige week gezegd, we moeten even een reeks neerzetten. En ik denk dat we dan nog echt mooie dingen kunnen doen deze week. Ja, en dan voor jou persoonlijk zelf, hoe heb jij deze week doorlopen? Ja, in eerste instantie vond ik het heel erg voor. Ik vind dat de afgelopen weken was dat heel solide, stond hij heel solide in het doel. Maar dan, je hebt geen tijd om te wachten. Je moet gewoon leven naar die wedstrijd. En zoals ik daarnet al zei, de ploeg heeft dat heel goed omkaderd. Het liep deze week gewoon heel goed en het heeft zich geresulteerd vandaag. En ik ben blij dat ik de ploeg een beetje heb kunnen helpen. En zo snel kan het ook gaan in een seizoen, hè? Plots. Ja, natuurlijk. Dat is voetbal. En je weet als tweede keeper dat je kansen moet grijpen. En het is dan een kwestie van gewoon capituleren op moment. Ja, Max, ik kan me voorstellen, voor jou doet dit extra doog nog, hè, deze zege. Ja, zeker winnen tegen een ex-ploeg. Dat voelt zeker goed aan. Zeker na zoveel jaar, van mijn 10e jaar zit ik daar. Dat is fantastisch in 3-1. En zeker met de prestatie die de ploeg vandaag ook geleverd heeft. Hè? Ja, zeker. Het is al weken al een stuk dat de prestaties goed zijn. En nu de laatste 2 weken pakken we 6-6 en dat is heel mooi. Vooral dat, hè, die 6-6 was echt wel eens brood nodig. Hè? Mm-hmm, ja, en dat zet echt wel in de groep. De groep waar je er echt voor bent. Daarvoor hadden we het wat moeilijk met reeksjes neer te zetten. Ik denk dat we nu vertrokken zijn. Ja, en ik zeg het voor jou speciaal ook. Eindelijk tegen Capelle nog eens deze prestatie kunnen neerzetten. Je stond ook heel scherp vandaag. Hè? Ja, zeker. Ik was er echt op gebrand. Heel de week al naartoe geleefd. Veel berichtjes gehad ook van de andere kant? Zeker, ja, zeker. Maar ik heb er niet veel op geantwoord en gewoon gewacht tot vandaag om te reageren. Groot feest ook in de kleedkamer, uiteraard. Zo snel kan het ook gaan in een seizoen, hè? Tuurlijk. Een paar weken geleden zaten we nog allemaal even na een wedstrijd heel diep. Hebben we terug samengezeten en nu zijn we er als groep uitgekomen en je ziet feest in de kleedkamer. En vooral ook, ja, de teamprestatie mag er echt wel zijn vandaag, hè? Ja, zeker. Het is zeker dik verdiend, deze overwinning.